643. Het is 643 dagen geleden sinds patiënt nul. En al 643 dagen hebben we te maken met coronabeleid dat in binnen- en buitenland de krantenkoppen siert. En dat is niet omdat we het nou zo goed doen in Nederland. Dat is omdat we code zwart naderen. Dat is omdat het aantal coronabesmettingen wereldwijd tot de hoogste behoort. En dat is omdat het demissionair kabinet keer op keer veel te laat reageert. We draaien al 643 dagen in rondjes met elkaar. En we hebben ook dit debat en al deze onderwerpen al eerder gesproken. En opnieuw gaat het over het te laat beginnen met vaccineren. Waarom kwetsbaren niet eerder een booster krijgen. Opnieuw gaat het over de vraag waarom reizigers niet verplicht getest worden op Schiphol. Opnieuw gaat het over de vraag of de maatregelen wel of niet genoeg zijn. Maar we zitten in een spiraal naar beneden. En ik zie dat er te weinig lerend vermogen is bij het demissionair kabinet. Dat we geen lange termijn strategie hebben. En ik zeg opnieuw dat het besluitvormingsproces stuk is. En de centrale vraag die ik mezelf ook in dit debat stel is: hoe komt het nu dat die basis niet op orde is? En voorzitter, allereerst mag de Kamer kritisch naar zichzelf kijken. Want in deze politieke arena mogen we, nee, moeten we zelfs verschillen met elkaar uitvechten. Dat doen we via argumenten, dat doen we via debat. Dat doen we niet door bij voorbaat al te zeggen, ja, we steunen voorstellen zonder dat we die inhoudelijk hebben gezien. Maar dat doen we door met elkaar die verschillen te vergroten, daar met elkaar over te praten op basis van inzichten uit de wetenschap en gecontroleerd door de media. Dat is nu de basis van democratie. Dat is de basis van het debat dat hier gevoerd dient te worden. Maar na 643 dagen corona en 37 plenaire debatten vraag ik mezelf af, liggen nou al die argumenten wel op tafel? Worden die gesprekken hier nou open genoeg gevoerd? Hebben wij wel de juiste kaders gesteld zodat politiek en wetenschap geen spaghetti wordt? Juist in het belang van onze instituties en juist in het belang van onze democratie. En voorzitter, het is van fundamenteel belang dat het OMT en het RIVM het demissionair kabinet van tegenspraak kunnen voorzien. En dat journalisten ons allemaal goed kunnen controleren. Maar zo werkt het nu niet. En ik vind dat die voorwaarden nu niet genoeg op orde zijn. Want niet het OMT bepaalt waarover zij wetenschappelijk advies wil geven, maar het ministerie van VWS. En krijgt het demissionair kabinet daardoor wel voldoende ongevraagd advies. En hoewel het RIVM een uitstekende reputatie heeft als onderzoeksinstituut, wordt vandaag continu gevraagd om politieke beleidskeuzes te modelleren. En zijn die rollen niet te veel vermengd geraakt? Wat vindt het demissionair kabinet daarvan? En ook journalisten kunnen hun taak tijdens de persconferenties niet optimaal vervullen. Want hoe kunnen zij nu het demissionair kabinet kritische vragen stellen als zij op dat moment nog niet alle stukken hebben? En voorzitter, het is van fundamenteel belang dat instituties en politiek niet te verweven raken. Graag een reactie van het kabinet. En voorzitter, GroenLinks wil doen wat nodig is om dat reproductiegetal omlaag te brengen. Maar dan moeten we wel weten wat er werkt. En wat is nu het effect van het eerder sluiten van winkels? En wat zou het effect kunnen zijn van het sluiten van de horeca of een weeklange schoolvakantie? En wat is het effect dat er na 5 uur niet meer gesport mag worden? Is dat nu op wetenschappelijke inzicht gebaseerd? Of is dat een politiek compromis? En voorzitter, ter illustratie, in de afgelopen 643 dagen hebben we 8 verschillende regimes voor buitensport gekend. We hebben niet gesport in teamverband, buitensport op 1,5 meter met het hele team, wel sporten maar geen kleedkamers gebruiken, sporten in groepjes van 4 op 1,5 meter afstand, sporten in groepen met de scheiding 26-26+, met dan 26+ op 1,5 meter afstand. We hebben gehad wel trainingen, geen wedstrijden. Daarna werden coronatoegangsbewijzen gevraagd en we hebben nu dat er wel wedstrijden mogen gespeeld worden, maar niet getraind mag worden. En voorzitter, dit klinkt echt bijna absurd, maar er zit wel een serieuze politieke vraag onder. Want ik zou willen weten, wat van die 8 verschillende regimes werkt nou het beste om het aantal besmettingen omlaag te krijgen? Wat is nu effectief en op basis waarvan wordt dat gemeten? Want ik kan dat niet uit de stukken halen. Voorzitter, ik zou er graag een glashelder antwoord op willen hebben, omdat we hier moeten beoordelen wat er wel en niet werkt. En voorzitter, na 643 dagen zouden we dat toch ook moeten weten. Waarom ligt er geen evaluatie van de oude maatregelen? Waarom krijgt de Kamer geen inzage in alle onderliggende berekeningen van alle maatregelen, zodat het aan de Kamer is om vervolgens die politieke afweging te kunnen maken? En voorzitter, wij kunnen nu niet controleren wat wel en niet werkt en wat nu wel en niet nodig is. Maar voorzitter, u kent GroenLinks natuurlijk ook als een constructieve partij. En voor onze partij is het van belang om een kwakkel-lockdown te voorkomen. Daarom denken wij aan een aantal maatregelen die wel wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Namelijk gratis zelftest voor alle huishoudens beschikbaar stellen, zoals ook de gedragsunit van het RIVM adviseert. Een prikbonus voor alle ongevaccineerden om de vaccinatiegraad te verhogen. De boostercampagne wederom naar voren halen voor mensen met een kwetsbare gezondheid onder de 60 jaar. Het hele land oproepen zich in 2 weekenden achter elkaar te laten testen, zoals meermalen effectief is gebleven. En het beschikbaar stellen van een terugkombonus voor de 25.000 BIG-geregistreerde verpleegkundigen die de zorg hebben verlaten. En dat laatste is misschien niet wetenschappelijk bewezen, maar is wel heel hard nodig. Dank u wel, mevrouw Westerveld.